Januari begon milder, maar eindigde kouder dan een jaar geleden. Het was wel nat en somber. Heracles Almelo raakte de koppositie in de keukenkampioendivisie kwijt, maar beet zich vast in de tweede plek. Dat Kroatië de euro invoerde, hebben we weinig van gemerkt. En we konden weer gewoon grieperig zijn, zonder de angst voor corona te hebben. Dit was wat er in Almelo gebeurde. Brownies en Downies opende haar deuren. Ik ben in Almelo dus Brownies en Downies begonnen. Ik ben voorgenomen alleen om sociale dingen te doen. En dat is dit dan natuurlijk wel. Het is wel erg sociaal om met zulke mensen te mogen werken. En een feest. Vooral een feest. Nee, moet je hard werken hier? Ja, af en toe wel. Ja, ja, ja. 10 weken geleden had ik geen aannemer. Dus, en 8 weken geleden zijn we begonnen. En we zijn nu 8 weken verder, dus eigenlijk 10 weken, maar 8 weken in de bouw en het is klaar. Nou, dat is echt een heel groot compliment aan mijn aannemer geven, maar dat is echt heel bijzonder hoe die dat voor elkaar heeft gekregen. Eurospet won voor de 4e maal de Twente Cup. Helaas moest de club kort na deze zege haar deuren sluiten. De meeste speelsters vonden al een nieuwe plek. Jeffrey Sabai, voor de 4e keer win je de Twente Cup. Wordt die keer een beetje saai? Nee, wordt nooit saai, dit soort dingen. Nee, ik denk prima. Ik had van tevoren ook niet gedacht, wel een beetje dat weer Apollo Eurospet zou worden. Maar goed, dan is het nog maar weer zeer de vraag hoe dat dan weer eindigt. Voor de Clinic Para IJshockey kwamen spelers uit heel Nederland naar Almelo om hun passie voor de sport te delen. Het is zo'n gave sport om te doen. Echt, als je het eenmaal een keer probeert en het opzit, je wil er niet meer af. Hier op de ijsbaan ben je even je rolstoel kwijt en dat is juist ook het mooie eraan. Hè? Er zijn natuurlijk wel regels, maar je mag veel. Ja. Dus je kan echt helemaal even je ei kwijt. Ja. De nieuwjaarsreceptie van de gemeente werd druk bezocht. Nu het nieuwe jaar beginnen gaat en de deur voor 2023 wijd open staat, probeer ik dan vooruit te kijken. Mede namens de leden van de gemeenteraad, mede namens de wethouders, mede namens alle medewerkers van de gemeente Almelo, wens ik u een goed, gelukkig en bovenal gezond nieuwjaar toe. Veel hel en zee. NPO Radio 1 streek neer in het huis van Katoen en Nu. Ik ben Roosje Abelman en ik werk voor NPO Radio 1 namens Caro en CRV, namens de omroep. En we zijn hier vandaag om te luisteren naar de inwoners van Almelo en omstreken vooral ook. Eigenlijk willen we iedereen uit de hele provincie Overijssel horen. En dan vooral willen we weten wat mensen bezighoudt en wat meer aandacht verdient bij ons op onze zender. Wat we hier hoorden, eigenlijk meteen al zijn verhalen die gaan over de leefbaarheid. Dus mensen die zeiden, ik woon hier in de binnenstad, maar er is helemaal geen grote supermarkt voor mij om enigszins betaalbare boodschappen te doen. Wat we hoorden is dat er woningen gebouwd worden in de stad. Dat is op zich goed nieuws, zou je zeggen, want er is woningnood in heel Nederland. Alleen de woningen zijn duur en dat betekent dat een hele grote groep mensen daar dus niet voor in aanmerking komt. Nou, met name die verhalen heb ik tot nu toe gehoord. En mijn collega's zijn op dit moment nog bezig met gesprekken met mensen. Dus ik ben benieuwd wat daar nog uitkomt vandaag. Naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom de bomenkap aan de 7 Bosjes, kreeg de raad uitleg over burgerberaad. De grote vraag is, waarom heeft het college geen burgerparticipatie toegepast? Er ligt een prachtige participatieverordening. Kijk, het is niet zo dat een burgerberaad een vervanging is of een disqualificatie van een gemeenteraad. Dus dat was het idee van de actievoerders tegen de bomenkap, om de gemeente te helpen om tot betere besluitvormingen te komen via een burgerberaad. De Almeloze hoogspanningsleidingen gaan ondergronds. Ja, we hebben hier vanavond een hele mooie informatieavond over de verkabeling, zoals dat met een deftig woord heet, van de hoogspanningsleidingen in Almelo. Vanaf 2018 kwam er op een gegeven moment een initiatief vanuit een aantal inwoners om te kijken van wat kan er gebeuren met die hoogspanningsleiding. Toen kwam op een gegeven moment toch de mogelijkheid om inderdaad de hoogspanningsleidingen uit de stad te halen en er omheen te leggen. En dat onder de grond. Dus dat is een hele mooie situatie. En hopelijk is de realisatie over 5 jaar er, dat dus al die stalen kolossen in Almelo verdwenen zijn.
De Oekraïense kunstenares Katerina Miller verfraaide huis Alexandra met muurschilderingen. I want to take some beautiful for the people who live in there. I feel in that and I need sometimes paint of all my emotional with the. Now I'm learn teach the little child. I have three groups, and they really nice painting now. And after the time, the child remembering this place and have a good emotion with that, not only emotion with the war and tragically. Een enorme brand verwoestte het bedrijfsverzamelgebouw aan de César Frankstraat. Avici nam de volgende ochtend polshoogte. De status nu is dat we aan het afbouwen zijn. We hebben een groot watertransport hier liggen. Dat gaan we afbouwen, 10:30. En ik hoop voor 12:00 dat wij hier weg zijn met de auto's die hier zijn. Het zal de hele dag nog wel een beetje blijven roken. Er zullen nog wat brandjes hier en daar oplaaien, kleintjes. En daarvoor komen we dan in de loop van de dag even terug om te lossen. Dan bij het werk en dan de huisarts met de mannen. Met de mannen, want die hebben echt allemaal keihard gewerkt. Ja. Wethouder Van Mierlo riep op om niet alleen te blijven worstelen met armoede. Ja, of het nu gaat om ouders bijvoorbeeld die in de schulden zitten, die problemen hebben. Of jongeren, kinderen die zonder ontbijtjes naar school gaan. Of dat het nu gaat om jeugd met schulden. Elke situatie die vraagt de aandacht. En ik zou dus ook graag een oproep willen doen. Dat zit u met een probleem? Is er een vraagstuk waarmee u kant? Meld het dan ook vooral, hè? Want dan kunnen onze schuldenspecialisten, onze medewerkers goed kijken wat in die situatie het beste is. Zodat er weer perspectief is om naar de toekomst te kijken. U kunt naar het wijkteam van de gemeente bijvoorbeeld gaan. Laagdrempelig toegankelijk op 6 plekken in de stad. Maar vindt u dat ingewikkeld? Hè? De huisarts kan ook een ingang zijn. Blijf er niet mee zitten. Aan het kolkje werd een nieuw muurgedicht onthuld. Hij stond wel midden tussen het winkelend publiek op zaterdag te schilderen hier aan het kolkje. Maar je moest je niet met hem bemoeien. Dus we hadden een goed contact op afstand. Altijd een beetje zwaaiend en vriendelijk, welwillend. Tot ik dat gedicht bij hem in de bus gedaan had. En toen kreeg ik een antwoord van hem waarin hij het gedicht aanvaarde. Hij was er blij mee, maar hij vond de herkenning en de erkenning zo fijn. En in die zin hebben we toen contact gehad. En zo wilde hij ook graag verder gaan. Dus altijd op afstand, maar met wederzijdse waardering. De contracten voor het nieuw te bouwen zwembad werden getekend. Want in het traditionele verhaal heeft een opdrachtgever die laat tekeningen maken. En dan eigenlijk het enige wat we hoeven doen is die stenen stapelen en het te realiseren. Maar in dit geval mochten we ook het complete ontwerp organiseren. Daarmee is zo'n uitvraag eigenlijk bijzonder. En je ziet eigenlijk meteen dat het gebouw echt als een, in het groen staat. En dat er een soort groene buffer tussen het gebouw en de overige functies is.